Goedemorgen, ik ben wakker en ik ben een beetje laat. Ik heb alleen even mascara op doen gedaan omdat ik toch ga sporten. Maar ik heb wel echt een goede mascara dag. Soms heb je dat, dan zijn ze echt mega omhoog en mooi. Maar ja, straks ga ik toch douchen, dus dan douche ik alles weer af. Heeft niet veel zin, kan ik beter alleen mascara op doen. Dit is een van die nieuwe shirtjes die ik heb gekocht voor het sporten. Maar ik ben er nog niet zo weg van. Misschien dat deze kleur al niet goed bij me past. Ik weet het niet. Ik ga nog even over nadenken. Ik ga nu even mega speed 5 halve kruis door me heen werken. En dan ga ik sporten, want ik ben al een beetje laat. En ik hoef op zich gewoon, als ik tip 9 uur ben, is het goed. En het is 9:55, 10 minuten shooten, dus ik ga het wel redden. Op de fiets! Het is echt typisch Hollands weer. De wind is best wel koud en de zon verblindt je. Ik heb de zonnebril weer opgezocht. Ik dacht, oh, dat is wel lekker. En het voelt gelijk zomers. Ik doe gewoon alsof ik die wind niet voel. Gisteren was het echt 25 graden. Toen was ik de hele dag te werk. Vandaag is het ongeveer 17 en ben ik vrij. Maar dat geeft niet. Ach, zo is het leven. Ik heb nou eenmaal werk waarbij je met lekker weer heel hard moet werken. Elke keer als ik beneden kom en zo vroeg en ik heb mijn sportkleren aan, dan kijkt mijn moeder me echt aan van... Huh? Zeg, wat ben jij vroeg wakker? En het is dus echt... Iedere keer zo, hè. En nu was mijn vader ook nog thuis. Want nu is het 9:00. Normaal doen we burn om 10:00. Vader echt... Hey, ben jij vroeg wakker? Nou, soms sta ik ook van mezelf te kijken, hoor. Eerlijk waar. Ik bedoel, ik ben helemaal niet van het vroeg opstaan. En ik sta gewoon vroeg op om te sporten. Dat is gewoon iets om trots op te zijn. Wat jij? We zijn klaar! Yay, echt goed! Ja, er was niemand voor de groepsles. Want niemand had zich aangemeld. En wij ook niet, want ik kon nog niet. En nu zijn we dus krachttraining gaan doen via schema. En we hebben echt goed gedaan, hè? Ik voel het echt overal. We hebben echt een uur gedaan. Misschien wel langer, 1 uur en 10 minuten of zo. En we hebben alles gedaan. Billen, benen, buik, armen. Ja. Alles wat je maar kan bedenken. Ja, en het doet echt zeer. Vooral de biceps. Want je moest dus rondjes van 3 keer 12. En we hebben 1 keer 12 gedaan. Vet loser. Maar dat kon echt niet. En nu gaan we gezonde dingen halen. Want we gaan gezond eten. Want we sporten. Ik ben bij Mathijs. Ik was even bij de Action. Want ik wilde een laptop sleeve kopen. En ik zag op Google dat ze die hadden. Maar ze hadden dus alleen 17 inch. En dat is toch wel te groot. Ik wil toch echt wel een... mijn vinger ervoor. Een 15 inch. Dus ik ga zo even lekker op internet kijken. Mini box of zo. Het nadeel is dat hij dan wel uit Amerika komt. Dus dan duurt het wat langer. Maar dan heb ik wel ook leuk aan zoeken. Deze waren ook niet zo leuk. Maar ik dacht, ja, weet je, voor 2 euro kun je hem ook kopen. En dan koop je ook nog wel een keer een nieuwe. Dus dat maakt niet zo uit. Maar dat weten we dus niet. Nu ben ik in mijn straat. Ik woon een beetje afgelegen in een heel klein lief huisje. Heel veel mensen verwachten dat het een villa als ze het zien. Maar het is echt maar een heel klein schattig huisje. En een mooi plekje, dat dan weer wel. Oeh, ik krijg een hele zware arm van, maar ja, dat weet ik niet. Ik heb hard gesport, dus dat mag ook. Verder heb ik nog een broodje met filet Amerikaan gekocht en kruisli met vanille erop. Oh, en spullen voor Koningendag heb ik ook gekocht. Maar die ga ik verder niet laten zien. Want dan ga ik een artikel over schrijven over mijn outfit en wat ik aan doe. En nu hou ik hard niet meer, dus stop ik. Is gekomen, yay! Er staat liep op en ik weet wat erin zit. Oké, ik ga hem heel voorzichtig openmaken. Oeh, en ik had zo niet verwacht dat hij zou komen. Ik dacht dat wordt volgende week, want ik had helemaal niks gehoord. En je zou een trackingcode krijgen. Ja, ik zie hem. Kijk dan, wat een gekke... Mijn enthousiasme per ongeluk uitgezet. Oké, ik zie al wel wat dingen die ik niet helemaal snap. Moet je kijken, hier zit echt wel een kras. Er zitten ook wat vlekken op, terwijl ik heb geen B-grade besteld. Dus daar schrik ik wel meteen van, maar ja. Oké, ik ga hem open doen. Oeh, dat gaat best strak. Met een magneetje, denk ik. Hallo, MacBook. Zou die al aan kunnen, denk je? Oké, ik ga hem even rustig opstarten en even rustig kijken. Ik ben blij. Oh, hij is er gewoon. En ik had het zo niet verwacht. Ik dacht echt volgende week.
Ik ben blij. Ik zit alleen wel gelijk met die krassen. Mie. Mie. Mami heeft gekookt voor Soppie. We eten pasta met courgette en overgedroogde tomaatjes. Het proeft alsof er suiker op zit. Zo zoet zijn ze geworden. Er is geen suiker op. Vooral die kipsnitzel vind ik leuk erbij. Tot wanneer is die geldig? 1 mei. Er moet een vorm van opvang blijven. En tegelijkertijd begrijpt men daar ook wel dat je de VVD tegemoet moet komen als het gaat om die angst voor die aanzuigende werking dat het asielzoekers aantrekt. En daar zullen ze ook maatregelen voor vinden. En daar zoeken ze nu ook naar wat dan goede maatregelen. Ik heb vanmiddag een lookbook opgenomen. Dat is een filmpje met daarin verschillende outfits. Dit is een lente lookbook. Daarin laat ik wat lente outfits zien. En superleuk, maar zoveel werk. En ik wilde hem morgen online zetten, omdat ik geen Singing Friday heb. Ik dacht, heb ik toch nog een filmpje. Maar het filmpje is dus serieus echt maar nog ineens 4 minuten. Bijna 4 minuten. En ik ben er echt al 4 uur mee bezig. Het is echt, het zijn zoveel verschillende beelden. En bij elk kledingstuk moet staan waar die vandaan komt. Poeh, echt mamamam. Maar hij is bijna klaar. Ik moet er alleen nog een liedje onder zetten. En dan kan ik hem gaan uploaden op YouTube. Het is 1 uur, dus het mag ook wel. Anne stuurde een berichtje dat ze morgen sollicitatiegesprek heeft. Dus ze kan niet naar Burn. En nou ja, het is op zich niet erg. We hebben vandaag gesport en we hebben dinsdag gesport. Dus is 2 keer in de week en niet 3. En we hadden eigenlijk een soort van afgesproken dat we naar 3 zouden gaan. Maar op zich, nou ja, ik heb vandaag echt hard gesport. Ik heb echt alleen maar krachttraining gedaan en ik ga morgen sowieso voelen. Dus misschien is het ook niet echt lekker met zoveel spierpijn. Het was echt een leuke dag. Wat betreft een MacBook, ik ben er blij mee. Alleen, Leap is tweedehands, dus dat wist ik van tevoren natuurlijk. Maar toen ik hem openmaakte, zag ik meteen al dat er echt best wel een fikse kras op zit. En je hebt bij Leap dus B-grade. En B-grade houdt in dat hij schade heeft van de vorige gebruiker. Maar dus daarbij denk dan aan lichte krasjes. En ik had niet eens een B-grade. Ik had dus gewoon een normale. Want ik dacht, ja weet je, ik vind het jammer als hij al meteen krasjes heeft. Dus dat doe ik niet. Dus nu heb ik er eentje zonder B-grade. En die heeft een vette kras erop. Denk ik, ja hallo. Dus ik baalde echt. Weet je, aan de ene kant was ik heel blij dat hij er was. Maar aan de andere kant dacht ik van ja, maar dit was niet hoe ik het voor me had gezien. Ik dacht echt gewoon, ja weet je, oké, dan lichte krasjes, dan oké. Weet je, het is een gebruikte MacBook. Maar nu, nou ja, vond ik het iets te veel. Dus ik heb ze gemaild van, nou ja, ik vraag me af, hoe kan dat nou? Want het was geen B-grade en ik vond het een beetje teleurstelling. En ja, ik vraag me gewoon af van, kunnen jullie ook een MacBook lezen zonder van die extreme krassen. Want ja, je betaalt er gewoon €1000 voor. Hallo. Maar dat moet ik even afwachten. Ik heb nog niks gehoord. Hij ligt daar op de bank. Achter de poes. Daar ligt hij. Ik ga even nog een leuk muziekje opzoeken. En het voordeel van het sporten is dat ik daarna gedoucht heb. Dus ik kan lekker zo mijn bed in. En ik kan morgen uitslapen omdat we niet gaan sporten. Ik heb geen gitaar gespeeld, maar ik heb een beetje een depri momentje. Ik heb wel een beetje, als ik dat al verteld, ik moet dus vingeroefeningen doen. Omdat je vingers niet zo goed gelinkt zijn aan je hersenen. Probeer maar eens, weet je wel. Probeer dit maar eens. Dit is dus mijn oefening. 2 keer open en dan 2 keer open. En dan weer 2 keer open en dan 2 keer open. Nou, dat is dus mijn oefening en dat moet dus zorgen dat mijn hersenen sneller mijn vingers kunnen controleren. En dat heb ik wel een beetje gedaan, maar ik heb niet echt gitaar gespeeld. Want ik heb echt het idee dat ik het gewoon niet goed doe en dat frustreert me. Ik ben dus echt zo iemand die beter gaat werken als je zegt dat ik het goed doe. Dan van, je doet het goed en het zou fijn zijn als je dit en dat doet. Dan doe ik het, weet je, dat werkt. Maar als je zegt, oh, je doet dit niet goed, je doet dat niet goed, dit zus niet goed. Ja, dan klap ik dus dicht en kan ik het helemaal niet meer goed. Terwijl, echt begrijp me niet verkeerd, mijn gitaarleraar is eigenlijk heel neutraal.
hij is niet negatief, hij is niet positief. En misschien is dat het juist wel. Of zo, ik weet niet. Ik ben ook wel van mezelf negatief ingesteld. Ik denk snel het slechtste van mezelf. En dat is op dit soort momenten wel lastig. Maar genoeg gepraat, tijd om te gaan slapen. Welterusten en bedankt voor het kijken. Goedemorgen, ik ben weer in Tongastel en ik ga even omkleden, eten en opmaken, het zoiets.